staan hier bij een plattegrond van het Waldijkpark. En in het Waldijkpark ligt het Bastion Waldijk. En bij het Bastion Waldijk is één van de ingangen naar de kazematten. En daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Er zijn meerdere ingangen naar de kazematten. In het Blauw Dorp liggen er nog twee. En aan de Statensingel, daar liggen er ook nog een aantal. En het gangenstelsel van de kazematten, waar we het nu over gaan hebben, dat is ongeveer 12 kilometer lang en dat strekt zich uit van dit Bastion Waldijk tot aan Bastion Holstein op de hoek van de Kabergenweg en de Statensingel. Nou, hier bij het Bastion Waldijk kunnen we ook nog heel mooi zien wat er gebeurd is bij de opheffing van de vesting, of eigenlijk bij de ontmanteling van de vesting. Want we staan hier in de droge gracht voor het Bastion Waldijk en die droge gracht die loopt naar de Tongerseweg toe. En als je nou langs die muur kijkt, dan wordt die muur naar de Tongerseweg toe steeds lager. Dat komt niet omdat die muur lager wordt, maar omdat die grachten naar het Blauw Dorp toe helemaal gevuld zijn met grond. Nou, we zijn inmiddels aangekomen binnen in het Bastion Waldijk, in de ruimte waar de rondleidingen door de kazematten beginnen. En we hebben hier een hele mooie plattegrond van het gangenstelsel. De dunne zwarte lijntjes, dat zijn de gangen. En je kunt hier dus zien dat vanaf Bastion Waldijk in een halve cirkel om de stad heen naar Bastion Holstein aan de Kabergenweg, dat daar die gangen van de kazematten lopen. Als je daar zo op het eerste gezicht naar kijkt, dan denk je van ja, god, wat is dat allemaal, die vreemde hoeken allemaal. Nou ja, in feite moet je je voorstellen dat die gangen van die kazematten vroeger de contouren van de vestingwerken volgden. Die vestingwerken zijn hier in dit gebied volledig verdwenen. Je ziet hier ook de straten van het Blauw Dorp overheen getekend. Dus boven dit deel van de kazematten ligt het Blauw Dorp. En die kazematten die lopen dus onder die huizen door, achter de Sint-Lambertuskerk door, naar de Statensingel. Nou is kazematten in feite een verkeerde naam voor dit gangenstelsel. De kazematten zijn namelijk officieel in vestingtermen tegenmijngangen. En als je dat in het Frans vertaalt, dan zijn dat contramine, tegenmijnen. En ja, wij kunnen nog altijd in de contramine gaan en dat betekent zo'n beetje dat je de kont tegen de krip gooit. Nou ja, dat komt hier vandaan. Hoe ging dat nou met die kazematten? Wat was daar nou de bedoeling van? Nou, ze waren bedoeld voor de ondergrondse oorlogvoering. En je moet je dat als volgt voorstellen, dat aan de buitenkant van de vesting probeert een vijand de vesting te veroveren. En die deed dat vanaf de 16e, 17e eeuw niet alleen boven de grond, maar die ging ook onder de grond proberen de vestingwerken letterlijk te ondermijnen. Dat betekent dus dat een vijand gangen naar de vesting toe ging graven en aan het einde van die gangen, op de plek waar die dacht dat hij onder de vestingwerken zat, een mijnoven aanbracht. Nou, die mijnoven werd tot ontploffing gebracht met de bedoeling dat de vestingwerken de lucht in zouden worden gejaagd. Als verdediging daartegen zijn die tegenmijnen of contraminen bedoeld. En die contraminen, van daaruit konden verdedigers dus tegenmaatregelen nemen tegen die ondergrondse aanvallen. Nou, heel belangrijk in die ondergrondse verdediging waren de naar buiten toe doodlopende gangen. Dat zijn de luistergangen. Daar werd in feite de waarneming gedaan van, kunnen wij waarnemen of een vijand onder de grond aan het graven is. En als dat was waargenomen, dan kon men vanuit die luistergangen of vanuit de andere gangen tegenmaatregelen gaan nemen in de vorm van een nieuwe gang en een mijnoven en weer een ontploffing. Dus het was in feite een koekje van eigen deeg dat de verdedigers de aanvallers probeerden te bakken. We zijn inmiddels wat dieper onder de grond aangekomen in een typische gang in wat wij dan de kazematten noemen. Die gangen waar wij tegenwoordig doorheen lopen, die zijn zo gemiddeld tussen 1770 en 1780 gebouwd. En wat je kunt zien is dat het in feite een soort van hoefijzer is. De vloer bestaat gewoon uit klei, de zijwanden bestaan uit mergelblokken en het gewelf is in baksteen gemetseld. In de kazematten zien we heel veel van dit soort nissen.
die worden ook wel amorses genoemd. En die nissen die waren om het mogelijk te maken om in de oorlogstijd nieuwe gangen te openen. De achterwand van zo'n nis is een halve baksteen dik. Daar zit slechte cement tussen, dus je kunt heel makkelijk door zo'n nis heen beginnen met het graven van een nieuwe gang. En dat was voor die ondergrondse oorlogsvoering van levensbelang. Nou, voor die ondergrondse oorlogsvoering was buskruid nodig. En om dat mogelijk te maken, waren in het gangenstelsel op gezette afstanden dit soort kruidkamers ingericht. Waar de vaatjes buskruid lagen opgestapeld. Men is eigenlijk in Maastricht begonnen met het aanleggen van onderaardse gangenstelsels voor de verdediging tijdens de belegering van 1579. Daarna zijn er allerlei verschillende fases gekomen in die gangenstelsels. En wat we hier kunnen zien is dat op dat gangenstelsel uit 1770-1780 een oudere gang die duidelijk lager en smaller is, is aangesloten. En dit is een gang die waarschijnlijk 50, 60 jaar ouder is. En in die tijd moesten de soldaten die hier in deze gangen werkten ook nog min of meer op handen en voeten er doorheen gaan om hun werk te kunnen doen. Nou, op bepaalde plaatsen in het gangenstelsel zijn ook dit soort koepels gemetseld. Steeds centraal onder een vestingwerk. En dat is dan een soort van centraal coördinatiepunt waar gangen bij elkaar komen. En waar ook soldaten op de bankjes als in een wachtlokaal zich kunnen verzamelen. De soldaten die hier uiteindelijk met die gangen bezig waren, dat waren mineurs. En het grappige of het leuke is dat hier een van die mineurs, een meneer Smeets, hè, die heeft erachter nog gezet dat hij mineur was, dat die hier zijn naam in de mergel heeft gekrast in de kazematten. Dat, zoals gezegd, dat mineurswerk, dat was een technisch vak. En hier in Maastricht werd ook onderwijs gegeven aan mineurs. Want je moest precies weten hoeveel kruid je nodig had om een bepaald effect te bereiken. Je moest weten hoe je gangen moest graven. Je moest weten hoe je ervoor kon zorgen dat de ontploffing in de goede richting ging. Dus dat was echt een soort van semi-wetenschap die je moest beheersen om hier die ondergrondse oorlogvoering te kunnen uitvoeren. Nou, hier op deze plek kunnen we heel mooi laten zien wat er met de vestingwerken en met dat gangenstelsel van de kazematten gebeurd is. We hebben daar straks aan de ingang van Bastion Waldeck gestaan en toen heb ik erop gewezen dat die gracht naar de richting van de Tongerseweg toe steeds lager werd. Nou, aan het einde van die gracht, en dat kun je boven de grond niet meer zien, daar zat deze ingang. En wat je hier nou ziet is in feite de vulling van de gracht die onder de Tongerseweg of half onder de Tongerseweg ligt. En waar dus vroeger een uitgang was die naar buiten leidde. Dus vroeger kwam je door deze deur mooi buiten in het gras en in het zonnetje uit. En tegenwoordig is die gracht dus volledig opgevuld. En dat strekt zich zo onder het Blauwe Dorp door uit tot aan de Pastoor Habertstraat. En daar kom je weer boven de grond. Nou, we hebben deze keer weer even geroken aan de kazematten. We hebben wat dingen bekeken. Ik denk daar is natuurlijk heel veel meer over te vertellen. Je kunt vanaf het Bastion Waldeck en vanaf het Bastion Holstein kun je rondleidingen door de kazematten maken. En zo'n rondleiding, een normale rondleiding, duurt een uur. Dus daar wordt heel veel meer verteld dan ik nu in dit korte tijdsbestek heb kunnen vertellen. Er zijn ook lange kazemattenwandelingen, die duren een paar uur. Dus je kunt hier je hartje ophalen als je meer wil weten over de kazematten. Er is ook een boekje over de kazematten in de reeks Maastricht Silhouet, deeltje 11. Dat is helaas uitverkocht, maar met een beetje geluk kun je het antiquarisch nog wel ergens op de kop tikken.